Brusselse top 100. Bij het overlijden van Jacques Brel mocht u één nummer brengen van Jacques Brel. En u hebt gekozen voor Ne me quitte pas. Ja. En mijn vraag was, waarom? Waarom? Dus, ja, werk ik, is dat mee? Dus en mijn vraag... Wacht. Mijn vraag is, waarom hebt u gekozen voor het nummer Ne me quitte pas? Wel, dat is... een paar jaar geleden gebeurd in Luik. Dat was de RTB. Er was een hommage voor 10 jaar dood overleden van Mr. Brel. En ik dacht, wat kan ik met mijn broodje zeggen? Met mijn mondharmonica, wat kan ik... weergeven, soort uitdrukken. En dat was twee... Ik had een toonladder gebruikt. Dat is het lied zelf. Oh, is gebouwd op toonladder. Modaal toon. En hier in dit geval heb ik de I, mi, gebruikt. En dat was perfect voor mij. Ik kon in sommige plaatsen kon ik een beetje huilen. Zo. En dat was de reden. Ik heb nooit meneer Brel, master Brel en maestro Brel ontmoet. Ik was altijd bezig in Amerika. En hij natuurlijk heeft dat de carrière gaat dat iedereen weet. Ja. Oké? Okay. Dank u wel. Nee, graag gedaan. Oh, dank u. De Brusselse top 100.